In Oekraïne, Moldavië, Armenië en andere landen in het oosten is Kom Over en Help actief. Ik mocht afgelopen winter naar Oekraïne gaan. Ik heb daar plekken bezocht in het kader van het schrijven van mijn jeugdboek. En wat mij bij is gebleven van een van die plekken is de rol van de kerk. De kerk heeft een hele belangrijke rol. Kinderen gaan erheen, hebben daar een warme maaltijd. Die hebben daar onderdak, die krijgen daar ook les, ook bijles, buiten school om. En dat zijn allemaal activiteiten die vanuit de wintercampagne bekostigd worden. En het is heel bijzonder om dat te zien. Want als je voedselpakketten rondbrengt bij de gezinnen thuis, dan zie je hoe groot het verschil is tussen de warmte in de kerk en de kou thuis. Niet zozeer de kou van de ouders, want die ouders die omringen de kinderen. Maar de kou dat het 's winters gewoon niet te hard is vanwege de kou. Dat ze liever naar het toilet gaan in de kerk dan thuis. Dat ze liever lang in de kerk blijven dan lang in hun eigen woning. En daar een bijdrage aan te leveren middels de wintercampagne. De rol van de kerk en de uitbreiding van het evangelie, maar ook inderdaad te onderstrepen.